Ja, ik wist eigenlijk niet wat de beroepen allemaal zijn. Maar ik wist altijd dat ik goed was met computers. Ik heb een Engelse middelbare school afgestudeerd in Bulgarije. Dat was First English Language School. En nu ben ik HBO aan het volgen. Dat is kunst en techniek. Ik zit hier het laatste jaar nog niet afgemaakt. Maar hopelijk dit jaar ben ik er klaar mee. Wat ik het belangrijkste vond... Ik denk dat ik de kans heb gehad om erachter te komen wat ik niet leuk vind en wat ik wel leuk vind. Aan de opleiding kunst en techniek wat ik volg. Sowieso vond ik leuk dat het heel erg breed was, heel erg uitgebreid. Ik heb heel veel verschillende dingen kunnen leren. Dus uiteindelijk heb ik erachter gekomen dat techniek gewoon best bij me past. Dus ik doe niet zo heel veel met kunst, maar wel met techniek. Als je voor jezelf niet weet waar je goed in bent en wat je leuk vindt, dan ben je nooit blij. Dan ga je iets doen omdat iemand anders het zegt of iemand anders het leuk vindt. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk dat je naar je hart luistert en gewoon voor jezelf weet wat echt leuk is voor jou. Ik vind dat mijn huidige beroep bij mij past, omdat ik heel veel uitdagingen vind. En ik kan mezelf als persoon ontwikkelen, dus dat is voor mij het belangrijkste. Met mijn beroep ben ik eigenlijk heel technisch bezig. Dus je moet gewoon leuk vinden om problemen te kunnen oplossen. En je moet gewoon doorzetten, je moet nooit opgeven. Dat is het belangrijkste. Als je websites wilt bouwen, dan moet je het sowieso heel leuk vinden om met computers te werken. En nooit bang zijn voor fouten, want die zijn er altijd. En er zijn altijd mensen die beter zijn, maar het geeft niet. Mijn beroep is eigenlijk webdeveloper / webmaster. En dat betekent heel veel met code werken, heel veel programmeren. Heel veel met websites werken en dat doe ik bij Trim in Enschede.